We hebben het regelmatig over Alibaba op dit kanaal. Maar het is alweer een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt. En sinds die tijd is er best al veel gebeurd met het aandeel, met het bedrijf zelf. Waardoor het eigenlijk alweer een goed moment is om een keer een update-video te maken. Dat is dus deze video. En in deze video ga ik jullie vragen beantwoorden. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Op dit kanaal praten we over geld en geld verdienen, liefst op een passieve manier. En vandaag gaan we dus kijken naar Alibaba. Alibaba is een aandeel dat ik een paar maanden geleden al besproken heb in de serie van interessante aandelen. Dat was de video van jullie. Op dat moment stond het aandeel. Ik vond het al interessant, maar het aandeel de koers was 211 dollar. Inmiddels is het een ja, stuk minder geworden, de koers. Um, op dit moment is het zo rond de 165 dollar. Het heeft zelfs even onder de 140 dollar gestaan. En in die periode heb ik ook twee keer een aankoop zelf gedaan, waardoor ik inmiddels 22 aandelen heb met een gemiddelde prijs van 168 dollar. En ik zag dat het aandeel ook leefde bij de kijkers, bij kijkers zoals jij misschien ook wel. Dat zagen we al in verschillende portfolios van kijkers die ik behandel voorbij komen, dat redelijk wat mensen het aandeel Alibaba hadden. Maar we zagen het ook in de reactie onder de video's, waar jullie telkens om een video over een. Over Alibaba vroeger, over een update. En dat gaan we dus in deze video doen. Daarom heb ik via mijn Instagram jullie gevraagd: van wat willen jullie graag zien? Wat moet ik behandelen in deze video? En dat gaan we dus nu behandelen. Maar zoals altijd, natuurlijk, niets is hier financieel advies. Ik ben geen financieel adviseur. Het is puur mijn mening, mijn visie over dit aandeel, over dit bedrijf. Dus doe ook altijd zelf je onderzoek. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Dus laat ook tijdens deze video, onder de video, je feedback achter. Want het is altijd interessant om te zien wat, mensen, wat andere mensen vinden. Of misschien leren we daar zelfs nog wel iets van. Maar laten we dan beginnen met de eerste vraag. En dat is. Of we de bodem op dit moment bereikt hebben met die 140 dollar. En die vraag wil ik meteen combineren met een vraag over de steun en weerstand in de grafiek. Dus als we naar de grafiek van, gaan kijken van Alibaba, dan zien we op dit moment dat die zo rond de 164 dollar straks zal openen. En dan zien we hier eigenlijk de koers van het year to date, oftewel vanaf de eerste handelsdag van dit jaar. Toen stonden we nog op 226. Zoals gezegd, ik heb hem hier ergens in juli besproken op 211 dollar. En inmiddels hebben we dus hier de 138 dollar aangetikt als dieptepunt. Na de hand, dat was ergens vorige week, zien we wel weer een behoorlijke stijging van dus 140 naar... Zo'n 160, bijna 170 zelfs. En de vraag is dus van, hebben we dieptepunten gehad en eventueel wat zijn de steun en de weerstand? Of we dieptepunt hebben gehad, dat weet ik niet. Dat hangt veel meer af dan alleen van deze grafiek. Het zal ook vooral over de Chinese overheid gaan. Het bedrijf zelf doet het namelijk heel erg goed, maar heel veel beleggers hebben gewoon angst. Um, ...vanwege de onzekerheid omdat de Chinese overheid morgen in één keer iets anders kan beslissen... ...waardoor het in één keer niet meer interessant is om in dit aandeel te investeren. Maar wat we wel kunnen doen is een beetje verder uit gaan zoomen. En misschien kan ik hem beter even op de weekgrafiek zetten. En dan kunnen we namelijk gaan kijken, zoals gezegd, steun en weerstand. Dus op bepaalde punten in de grafiek zul je zien dat... Uh, ...het ene keer is het moeilijk om er doorheen te breken... ...en de andere keer zal juist daar de koers afbuigen. Dat is ja, vaak wel interessant om te bekijken. Dus als we even gaan kijken naar een horizontale lijn. Dan zien we dat dat hier is gebeurd, zo rond de 140. En als we die lijn zetten, zie je ook dat er in het verleden vaker rond deze koers um, ja, in dat geval dus eigenlijk steun is gevonden, waardoor de koers weer omhoog uh, uitbrak. Op het punt waar we eerder hebben gezeten, dat zie je hier ook wel een beetje rond deze koers, rond de 180 dollar is nog een belangrijk punt. Ik zal ook even trouwens die lijn zetten. Ook dat zou weer kunnen zijn als het aandeel gaat stijgen. Dat dat misschien een punt is waarop mensen winst gaan nemen. Ik zou dan zelf ook in de plus staan. Alhoewel ik zou denken, ik houd het langer vast. Maar dat ben ik. Um, maar mochten we nou uiteindelijk dadelijk weer een keer naar beneden gaan. Nog een keer door die 140 breken. Dan moeten we eigenlijk op zoek naar andere punten. Wanneer was de vorige keer dat er weerstand of steun was? Nou, dat zou je kunnen denken dat dat hier rond de 130 was. Dus laten we die eventjes neerzetten. Al is die iets minder duidelijk, vind ik. En de grafiek gaat niet verder terug dan 2015. En daarna komen we pas eigenlijk in de buurt, een beetje hier zo. En dan zitten we rond de 100 tot 105 dollar in dit geval. En zou dat nog niet zijn, dan zullen we zelfs zakken naar 85 dollar. Dus of het dieptepunt is bereikt, ik weet het niet. Zoals gezegd, dat hangt van heel veel factoren af. Maar zouden we weer door deze... 140 doorzakken, dan komen we waarschijnlijk eerst bij 130 en vervolgens naar de 100 dollar. Dus dan kunnen we nog wel eens een behoorlijke daling meemaken. Dan was de volgende vraag waarom het aandeel juist de laatste tijd weer een stijging is. En zoals we net in de grafiek zagen, juist eigenlijk sinds begin vorige week hebben we weer een flinke stijging gezien van 140 naar uiteindelijk 170 dollar. Nou, dat komt onder andere door bijvoorbeeld dat beleggers nu meer gaan kijken naar weer de rente of de inflatie die een rol speelt. En niet zozeer meer dat juist um, ja, de angst voor de Chinese overheid nu nog de overhand heeft. Want China heeft op dit moment wel namelijk iets belangrijkers waar ze zich bezig moet, mee moeten houden. En dat is Evergrande. En dat is trouwens ook meteen de volgende vraag die we ergens voorbij zagen komen van... Wat is het effect van Evergrande op het aandeel van Alibaba? Nou, ik denk niet zozeer dat er direct... Een effect hierop is, omdat het eigenlijk twee verschillende bedrijven zijn, twee verschillende sectoren. Evergrande is echt iets vanwege de vastgoed in China zelf. Daar worden vooral Chinese inwoners door getroffen, die zelf een huis hebben gekocht of aanbetaald, en dat zijn er miljoenen. Terwijl juist bij um, Alibaba en dan vooral vanwege de buitenlandse investeerders moeten we daar kijken naar het beleid van China. Dus dat is een totaal ander verhaal, maar het geeft wel een beetje aan van. Um, Evergrande, hoe de Chinese overheid daar misschien gaat ingrijpen, hoe ze een bepaalde sector aan gaan pakken. Dat is eigenlijk ook het effect waarom het nu misgaat met Evergrande. Omdat ze al vorig jaar nieuwe regels hebben ingesteld. Daar kan een groot bedrijf gewoon door failliet gaan. Dus dat is iets wat we wel. Rekening mee moeten houden dat de Chinese overheid gewoon iets kan beslissen. Dat kan morgen al zijn. Dat kan enorme impact hebben. Maar als zij denken dat dat het beste voor hun is of voor het land voor de komende jaren, dan zullen ze dat doen. En dat is misschien niet het beste voor jou als belegger zijnde. Dus het zou zo kunnen zijn dat beleggers nu iets meer vertrouwen hebben gekregen in de overheid. Of misschien juist iets minder wantrouwen. Omdat juist de focus vanuit de overheid ook eventjes niet op dit soort bedrijven met buitenlandse noteringen ligt. Maar het speelt natuurlijk ook mee dat eind vorige week bekend werd. Dat Charlie Munger, de partner van um, Warren Buffett, juist zijn positie bijna heeft verdubbeld. Hij heeft inmiddels bijna voor 50 miljoen dollar aan Alibaba. 203.000 aandelen. En ik denk dat heel veel beleggers ook kijken naar deze grote, bekende beleggers. Wat doen zij? Want zij hebben vaak meer informatie uit een bepaalde markt. Uh, weten of de cijfers kloppen, wat ze kunnen verwachten. Al moeten we natuurlijk wel rekening mee houden dat 50 miljoen dollar voor hun. Ja, eigenlijk misschien hetzelfde is als 1 of 2% misschien voor jou of mij. Dus ga er niet te veel op richten, maar neem het in ieder geval wel mee in je onderzoek. Dan was er nog een vraag van waar is Jack Ma? En toevallig was er gisteren weer een nieuwsbericht dat hij zou zijn gezien in Hongkong. Hij zou daar zijn voor meetings met personen uit, Aziatische, uit de Aziatische financiële sector. Dus dat is eigenlijk ongeveer alweer een jaar geleden dat, ja, dat we hem eigenlijk voor het laatst zagen. Nadat hij toen op dat moment juist commentaar had gehad op het Chinese systeem... Na de hand, Misschien is hij verplicht om even buiten de picture te blijven, heeft hij er zelf voor gekozen. Maar inmiddels is een jaar later, dan zien we hem gelukkig weer. Um, ik zeg gelukkig, omdat dat vaak best wel positief kan zijn voor een aandeel. Ook daarom zou een aandeel bijvoorbeeld gestegen kunnen zijn. Omdat, zeker in dit geval, hij is de oprichter. Hij heeft toch vaak ja, betrokkenheid bij het bedrijf, impact op het bedrijf. En als dan in één keer een persoon weg is en je weet niet precies waarom, dan kan dat als belegger zijnde... Uh, impact hebben, want je gaat anders over het bedrijf denken. Je gaat je afvragen, van gaat het bedrijf nog wel op dezelfde koers door... nu de oprichter in één keer niet meer erbij betrokken is? Je zou het ook kunnen kijken bijvoorbeeld naar Elon Musk. Dat is denk ik ook zo'n bedrijf dat heel erg gedreven is. Tesla dan uh, heel erg afhankelijk misschien wel is van Elon Musk... Wat zou er gebeuren als Elon Musk in één keer niet meer gaat twitteren... ...of niet meer zichtbaar is? Dan gaan eigenlijk heel veel beleggers zich ook misschien zorgen maken... ...of in ieder geval dingen afvragen. En ik denk dat dat zeker ook uh, impact zou hebben op de koers van Tesla... Dan was er nog een vraag over Alibaba Cloud ten opzichte van AWS, Amazon Web Services, want Alibaba is natuurlijk veel meer dan Alibaba zelf of AliExpress. Er hangen veel meer andere bedrijven, andere sectoren, andere soorten producten onder. Een van die producten is dus bijvoorbeeld Alibaba Cloud, maar laten we eerst even gaan kijken naar de clouddiensten van Amazon. En dat zien we dan in dit overzichtje vanuit Hypercharge. Hier zien we Amazon en eigenlijk alle vormen van inkomsten die ze hebben, waar ze omzet uithalen. Kijken we naar het laatste kwartaal, dan zie je dat in totaal zo'n 113 miljard aan omzet was. En dat de paarse gedeelte, dat is AWS, de Amazon Web Services, goed waren voor bijna 15 miljard. Dus um, ik denk ongeveer 1. 8e, negende um, van alle omzet komt daaruit. We weten dat dat vaak heel erg um, winstgevende dingen zijn, dat daar veel aan verdiend wordt. Zeker vroeger was eigenlijk alle winst van Amazon een paar jaar geleden kwam uit dit onderdeel. Kijken we dan naar um, Alibaba, zoeken we hem heel eventjes op om te kijken hoe dat er bij Alibaba uitziet. Dan gaan we eventjes naar beneden en dan zien we hier dat dat onderdeel, dat is in dit geval het rode gedeelte, de cloud computing procentueel gezien veel kleiner is. We zien dat um, Alibaba zo'n uh, 30, 32 miljard dollar omzet heeft in het laatste kwartaal en dat daar 2,5 miljard van komt uit, uit de cloud computing, uit de Alibaba cloud. Dus nog geen 10 procent is dat. Wat we echter wel zien, en dat zien we vooral heel erg duidelijk als we de andere sectoren zeg maar uitvinken, dat er behoorlijke groei in zit. Was het misschien een paar jaar geleden nog zo'n 1 miljard. 1,7 en in één keer was het weer 2,2. Dus dat is best wel een behoorlijke groei. Nu lijkt het even af te nemen. Ik weet niet of dat te maken heeft met de wetgeving in China. Dat misschien de data van gebruikers is steeds belangrijker. Dus misschien zijn bedrijven wat terughoudender. Het kan misschien juist ook kansen bieden dat buitenlandse aanbieders niet zo populair meer zullen zijn in China, maar dat juist een Chinese aanbieder daarvan kan profiteren. Maar als überhaupt Alibaba deze groeipercentage, deze lijn zou kunnen blijven doorzetten, ziet het er in ieder geval heel erg positief uit, zoals gezegd, juist ook omdat dit onderdelen zijn. Hier zien we een omzet van 2,5 miljard, maar er zou best wel eens 50%, 70% aan netto winst gewoon kunnen uitkomen, dus heel erg winstgevend onderdeel. En wil jij nou ook beginnen met beleggen, misschien in een aandeel Alibaba of misschien juist in een ander aandeel, kijk dan zeker eens naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen. Via de link onder de video kun je ook gratis een account openen. En op die manier help je het kanaal zodat ik ook deze video's kan blijven maken in de toekomst. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar laten we ook even gaan kijken naar de cijfers van aan de ene kant misschien Amazon een klein beetje, maar vooral ook Alibaba om te zien hoe het bedrijf eigenlijk presteert. Nou, te beginnen met Amazon. Een beurswaarde van 1.644 miljard op dit moment. En beleggers zijn bereid om bijna 60 keer de winst. Van een aandeel te betalen om één aandeel te krijgen. We zien ook dat een aandeel 3250 dollar is op dit moment. Wat ik vooral hier wil bekijken is de bruto marge en de nettomarge van 25% en zeg maar 6,5-7%. Omdat Amazon wel een totaal ander bedrijf is eigenlijk dan Alibaba. Amazon heeft uh, meer eigen chauffeurs, meer eigen vrachtwagens, vliegtuigen, magazijnen. Terwijl Alibaba juist vooral een dienst aanbiedt. Um, en daardoor ook veel betere marges haalt. Als we dat namelijk gaan bekijken, dan zien we dat de bruto marge 40% is ten opzichte van de 25% bij Amazon. De netto marge is ook bijna het dubbele van wat we bij Amazon zagen. En juist de P.E. ratio is 20. Dat heeft natuurlijk nou ook te maken met het feit dat um, ja, beleggers een beetje wantrouwen hebben tegenover China of Chinese aandelen. Maar laten we dus ook even gaan kijken naar de cijfers van Alibaba. En dan zien we hier de resultatenrekening en eigenlijk de laatste jaren met in de eerste kolom de trailing 12 months, oftewel de laatste 12 maanden. Maar als we dat gaan vergelijken, dan zien we continu een groei. Um, het zijn dan wel in de Chinese valuta, uh, maar als we dit ongeveer delen door 7, dan zijn we er dus iets meer dan 100, 110, 120 miljard aan uh, omzet. Meer dan het jaar daarvoor, meer dan in 2020. Dus er blijft eigenlijk een groei. En ook zien we dat terugkomen in de netto-winst, die misschien nu niet helemaal, maar wel vergeleken met de jaren daarvoor... hard is gestegen. Nu een beetje ja, hetzelfde hangt. Het zou ook kunnen komen dat ze bijvoorbeeld meer kosten moeten maken... om aan overheidsdingen te voldoen. Maar als we gaan kijken naar de marges die ze maken... zoals gezegd, op dit moment was de bruto-marge rond de 40%. Die heeft in het verleden zelfs hoger gelegen, rond de 70%. En de netto marge zien we hier zelfs rond de 20%. Dus dat is zelfs nog beter dan de 11% die we eerder zagen. Kijken we naar wat grafieken, dan hebben we ten eerste de aandelenkoers. Nou, die is zoals gezien uh, best wel flink afgenomen. Heeft zelfs 320 dollar gestaan in oktober van 2020. Dus eigenlijk ja, ongeveer een jaar geleden stonden we. Een, op een dubbele koers. De P.E.-ratio, daar zien we flinke verschillen in, vooral omdat hier volgens mij hebben ze een keer een boete gekregen. Maar zoals gezegd, nu zit hij zo rond de 20. Een lange tijd zat hij zo tussen de 12 en zo'n 34. Dus ook daar als de P.E.-ratio zou verdubbelen, omdat beleggers bereid zijn meer te betalen, zijn we weer vrij snel bij die koers van 300 dollar. We zien vooral hier dat de omzet Hard toeneemt, dat zagen we net al in de tabel, maar hier zien we het iets beter. Uh, dat is de, zeg maar de zwarte grafieken. Um, gaan we kijken naar de winst, ook daar zit wel een redelijke toename in op wat kwartalen nadat ze boetes hadden ofzo. Dus dat verklaart zeg maar, de grote verspringingen op dat moment. De marges zijn erg goed, maar waar ik vooral wil gaan kijken is naar de cashflow of zelfs onderaan misschien zelfs wel hun eigen cashpositie. Ook dit gaat dan wel weer in uh, Chinese valuta. Maar we zien eigenlijk aan de ene kant de cash die ze hebben, die neemt hard toe. Dat is de zwarte balken. De schuld die ze hebben neemt ook wel toe, maar langer na niet in hetzelfde percentage. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk de echte netto cash die ze hebben, dat die ook steeds toe blijft nemen, ook de laatste kwartalen. Dus het ziet er eigenlijk. Puur als je naar al deze grafieken en cijfers kijkt, ziet het er gewoon heel erg goed uit voor het bedrijf. Ze blijven groeien, ze hebben heel erg goede marges. Maar dat zien we dus niet terug in de aandelenkoers. Omdat natuurlijk een aandelenkoers niet per se laat zien wat er met het bedrijf gebeurt. Maar daar zien we ook de emotie van beleggers of van markten terug in komen. Dus vooral ook interessant om te gaan kijken en dan vooral zelf een waardering te gaan maken van het aandeel. Om te kijken wat we zelf verwachten. En voor deze waardering gaan we eigenlijk kijken naar de cijfers van de laatste jaren. Hier zien we de gemiddels van het laatste jaar, de gemiddels van de laatste vijf jaar. En van tien jaar hebben we niet, omdat ze nog niet tien jaar beursgenoteerd zijn. Maar kijken we naar de omzetgroei, die was de laatste vijf jaar gemiddeld 46, 47 procent per jaar. Het laatste jaar was dat 40. Dus we zien een klein beetje afname. Natuurlijk, het bedrijf wordt groter, het wordt ook moeilijker om met dezelfde percentage te blijven groeien. Dus in het eerste scenario ga ik uit van 20% per jaar, 30% in het tweede en 40% in de bull case. De netto winstmarge, die hou ik ongeveer aan wat ze nu de laatste tijd hebben bereikt... Ik denk dat ze misschien nu even niet in de juiste situatie zitten, maar dat ze uiteindelijk wel hun marges kunnen verbeteren. En schaalvoordelen hebben. Dus 20, 23 en 26 procent. Hetzelfde geldt voor de free Cashflow marge. Um, free cashflow heel belangrijk voor een bedrijf. Heel belangrijk voor aandeelhouders. Want met dat geld kan het bedrijf investeringen doen, schulden aflossen, uh, aandelen opkopen. Uh, dus ja, heel goed voor een bedrijf, of voor een aandeelhouder en natuurlijk dus ook voor een bedrijf zelf. Ik ga uit van 24, 27 en 30 procent. De geplaatste aandelen, daar zien we nog wel een toename de laatste jaren, dus ze geven nog steeds nieuwe aandelen uit gemiddeld genomen. Um, niet altijd leuk voor een aandeelhouder omdat je eigenlijk minder percentage krijgt aangezien er nieuwe aandelen bijkomen, de winst wordt dus over meer aandelen verdeeld. Dus in het slechtste geval gaan ze door met 5 procent per jaar. In de base case doen ze dat mag maar met 3% uitbreiden per jaar. En in de bull case 1% extra aandelen per jaar. De P.E. ratio en eigenlijk ook de free cashflow heb ik zo tussen de 15 en 25 gehouden. Ik denk dat met deze groeipercentages dat ja, redelijk past gewoon. Dat dat de verwachting is dat ze op de lange termijn ook deze dingen vast blijven houden. Dan heb ik een gewenst rendement van 15, 12 en 9%. Omdat ik nu uh, kies voor een specifiek aandeel... Wil ik wel iets hebben dat hoger is dan het gemiddelde op de beurs? Want anders had ik net zo goed in een ETF kunnen investeren. Ik neem iets meer risico door een specifiek aandeel te kiezen. Dus daar wil ik ook rendement voor krijgen. In dit geval dus 15, 12 of 9 procent per jaar. En dan het eindeloze groeipercentage. Dat wil eigenlijk zeggen: we gaan in dit geval uit van een zevenjarige analyse. Met hoeveel procent groeien ze na die zeven jaar? Dus eerst zeven jaar met 20 procent, gevolgd door de rest van de jaren met 3 procent. In dat geval 30% gevolgd door 4% en noem het zomaar op. Dus als we dan op analyseren klikken en naar beneden scrollen, dan zien we dat dit de koers is van dit moment, 163 dollar. Dat dat eigenlijk in alle situaties zoals wij berekend hebben dat het aandeel eigenlijk meer waard is, behalve in de discounted cash flow van de, ja, van de uh, bear uh, Ja, zeg ik goed, van de Bearcase. Dus dat ze eigenlijk nog maar 20% zouden groeien. Nou, ik denk niet dat dat het meest realistisch is, maar het zou kunnen. En dan zouden we nog een kleine downside hebben. Die 140 hebben we dus al eerder aangetikt deze maand. Maar in bijna alle andere gevallen zien we juist een flinke upside. Dus het aandeel zou, als dit soort dingen uitkomen, eigenlijk veel meer waard moeten zijn. De vraag is natuurlijk alleen van is het dit ook waard? Kunnen ze dit waarmaken en zijn beleggers uiteindelijk ook bereid om dit soort percentages of deze multiples te betalen? Dat hangt ook heel erg af dus van wat de Chinese overheid doet. En dan was natuurlijk ook nog de vraag van hoeveel procent zou een aandeel als Alibaba uh, uit uitmogen maken van je portfolio? Dat is natuurlijk niet alleen hierop te baseren. Dat hangt heel erg van jou als persoon af. Uh, hoeveel geld heb je? Hoeveel risico ben je bereid te nemen? Wat is jouw vertrouwen in dit aandeel? Want hoe meer vertrouwen je misschien ook meer percentage zou kunnen doen. Maar kijk ook niet alleen naar het aandeel Alibaba zelf. Maar kijk, denk ik, vooral naar heel China. Of misschien zelfs wel heel Azië. Maar vooral China. Heb je meerdere Chinese aandelen? Ja, pak die dan bij elkaar en zorg gewoon dat je exposure aan China eigenlijk niet te groot wordt. Want als de Chinese overheid ingrijpt, dan zal dat effect hebben op meerdere posities die je hebt. Um, ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En zelf zou ik. Ja, op dit moment 2, maximaal 3% in Chinese aandelen willen stoppen omdat er gewoon, er is heel veel upside, het lijkt alsof daar de toekomst ligt, alsof daar de groei zit maar we moeten ook zeker rekening houden met de risico's en eigenlijk ja, wat de Chinese overheid gaat doen, kan doen. Want je zult dus zien dat ze best wel ingrijpende beslissingen kunnen nemen... die zeker ook voor hun eigen economie op de korte termijn zeker niet het beste zijn... maar wel juist op de lange termijn het beste voor hun eigen mensen. Dus hou daar zeker rekening mee. Maar ja, dat is dus mijn visie, mijn mening. Ben ik vooral benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Dus laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Wat verwacht jij van China of juist van Alibaba? Heb je Alibaba? Welke koersdoelen heb je voor jezelf bijvoorbeeld berekend? Laat dat dus vooral daar weten. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.